Kijk, de laatste 10 jaar had ik het idee van, oh, Eredivisie, dat doen we wel even. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Het is echt een ander niveau van basketbal. En ik denk dat een hoop mensen het Nederlands basketbal onderschatten, want het is een heel behoorlijk niveau. We hebben goede coaches. Je wint niet zomaar op eredivisieniveau. En dat is ook wel gebleken, want we hebben zeker 10 wedstrijden met een paar punten verloren. Win je die wel, sta je bij de eerste 4. Doe je het geweldig. Maar het niveau is zo hoog dat het mij nog niet lukt om die wedstrijden binnen te slepen met mijn team. Hier is het voor mij echt begonnen. Dus ik gaf 2 jaar training aan minis. Er kwamen een paar coaches bij. Toen besloten we om hier de seizoensvoorbereiding te houden. Dus dit veldje heb absoluut een hele aparte plek voor mij. Zeker als stap 1, het eerste grote hoogtepunt zeg maar in mijn coachcarrière. En ja, dat is een gevoel, dat bewaar je de rest van je leven natuurlijk. Go under, go under! Go, go, go! Hier ontwikkel je alles, hè. Dus ik kan me hier goed voorstellen hoe de spelers het in het veld moeten gaan doen. Dus af en toe in de tijden dat ik hier wat vaker zat, ja, dan loop je rond en dan zie je hele systemen. En dan ja, beleef je het ook nog even zelf. Want als coach is een andere perspectief dan als speler. En ik vind het altijd wel belangrijk om in het perspectief van de speler, ook al lukt dat niet helemaal meer, om daar toch wel aardig in te blijven zitten. Maar hier is wel heel veel denkwerk en droomwerk verricht. Dat is allemaal wel hier gebeurd, de planning, de abstracte planning, zal ik het maar noemen. Ja, dat is wel een beetje het verhaal van Beatrixveld. Ik heb 3 oudere zussen, ook allemaal gebasketbald, allemaal eredivisie gebasketbald. Nederlands team, wat ik nooit gehaald heb, hebben hun wel allemaal gehaald. Dus het werd al thuis met de paplepel toen ik 2, 3, 4 jaar was, liep ik al met een bal rond naar de wedstrijden van mijn zussen. En ja, daar is het bloed al gaan stromen, het basketbalbloed. Ja, en het spelletje is zo leuk. Ik heb een hele goede jeugdtrainer gehad, meneer Wels. Die heeft me heel veel fundamentals gegeven. Een hele goede mentale manier van hard werken. Ik kon daar heel mijn ei kwijt qua hard werken, qua bezetenheid. En vanaf dat moment, vanaf die eerste paar jaar bij hem, is het iets wat normaal is. Wat gewoon een onderdeel van je leven is, zonder dat je dat echt meer bewust van bent. Totdat mensen zeggen, hé, je bent een beetje monomaan. Hé, je bent bezeten. Hey. Dit moet iets zijn. Ja, ik ben op mijn 18e al eredivisie gaan spelen. En ik heb 4 jaar op eredivisieniveau gespeeld. 2 jaar bij clubs die meededen om de titel. En op mijn 22e was het op. Ja, ze zeggen dat ik NBA-potentie had. Dat rond 14, 15, 16 jaar dat ik wel een van de meest uitzonderlijke talenten ooit in Nederland was. Nogmaals, ik heb het zelf niet zo ervaren. Dan is er iets serieus misgegaan. En dat onderdeel is mijn eigen verantwoordelijkheid geweest. Dus niet mijn verantwoordelijkheid gepakt op dat moment. Om te laten zien dat ik en het grootste talent was en dat ook liet zien. Daarna ging het eigenlijk elk jaar werd het een beetje minder. En op een gegeven moment kan je niet meer 100% gaan, fysiek, mentaal. En dan wordt het een frustratie. En toen werd het ook tijd om te gaan coachen. Now we need a quick score. Yeah, so take it to the side. Run the side, pick and roll, penetrate on the baseline, pass it under the basket or swing it. Yeah? Come on. En als ik terugkijk, denk ik dat ik wel
in ieder geval mezelf, maar ook andere mensen veel meer plezier had kunnen meegeven. En dat lukt me nu als coach. Als ik sta te coachen, ben ik een hele zekere coach. Als ik training sta te geven, ben ik een hele zekere trainer. Maar dat betekent niet dat er niet iets is waar ik beter in kan worden. En zeker als ik de beste wil worden, is er altijd iets waar ik beter in zou moeten worden. Ik denk dat veel coaches die strijd hebben, dagelijks met zichzelf. Nog steeds, ook op topniveau. En natuurlijk, als je staat te coachen, ben je in je element. Dus voel je goed. En als ik een interview na de wedstrijd doe, dan ben ik ook heel verzekerd van mezelf. Ook al hebben we met 2 punten of 4 punten verloren. Dus ik denk dat die 2 wel bij elkaar passen. En het past sowieso bij mij. Dat is sowieso iets, niemand is perfect. En ik ook niet. Ik ben wel goed, ik wil wel beter worden. En dat vind ik wel een mooie filosofie ook. Een mooie levensinstelling en ook een mooie coachinstelling.